Goed nieuws uit Nijmegen. Het succesvolle Iconic Festival keert op zaterdag 18 september 2021 dan eindelijk terug in het Valkhofpark. En de tweede editie van het festival staat dan helemaal in het teken van de grootste en beste tributebands uit Nederland en daarbuiten. En dat zorgt voor een klinkende afsluiting van de zomer. En als het goed is hebben we nu contact met Tinus Wijkamp. Tinus, goeie avond. Goedenavond. Ja, het Iconic Festival, wat is dat precies voor een festival? Op het Iconic Festival brengen wij tribute bands ten gehore. En dat zijn bands van vroeger en van nu. Dus voor jong en oud. En dat zijn, daar maken we eigenlijk gewoon een gezellig feest van. Voor jong en oud. Met eigenlijk een tribute tot je beste acts van toen en van nu. Ja. En normaal gesproken doen jullie dat volgens mij elk jaar organiseren. We hebben het nu toch 1 keer mogen organiseren. Dat was in 2019. Dat was ook de eerste editie. En vorig jaar afgelopen jaar konden we niet organiseren. Ja, hoe was dat voor jullie dat jullie het niet konden organiseren? Ja, het was wel echt een tegenvaller. Wij zaten vrij vroeg in het jaar. Dus we zitten begin mei. Normaal gesproken, de dag voor Moederdag. Want we organiseren de dag voor Dag van het Levenslied. Dus wij waren eigenlijk een van de eerste feestjes die niet door konden gaan. En was ook al vrij snel duidelijk dat we moesten uitstellen. Ze hebben in eerste instantie uitgesteld tot vorig jaar september. Maar ook dat mocht helaas niet doorgaan. Nee, ja, nu zitten we dan helaas nog steeds midden in die coronapandemie. Ik heb zelf niet echt het gevoel dat we de zomer al uit zijn. Maar toch zijn jullie al bezig met de boel aan het organiseren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zo'n festivalorganisatie dat start best vroeg. Hè, omdat er best wat nodig moet worden voorbereid, moet worden gepromoot. Daar heb je de nodige tijd voor nodig. En zeker ook omdat we best wel op zoek zijn naar specifieke bands, starten we vroeg. Ja, ben je dan niet bang dat het weer op het laatste moment bijvoorbeeld wordt afgeblazen? Uiteraard. Alleen als dat de drijfveer is, dan kun je misschien beter stoppen met leven. het ziet er nu positief uit in ieder geval voor het tweede deel van de zomer, voor wat betreft de festivals. En wij gaan daar gewoon met alle energie in om een heel gaaf festival te kunnen neerzetten. Ja, ja. Hoe zeker ben je daarvan, dat je er op de hoogte van bent dat het allemaal wel door zal gaan? Zijn jullie in gesprek met bijvoorbeeld de GGD of met de overheid of hoe moeten wij dat zien? Nee, wij hebben wel nauwgezet contact met de gemeente Nijmegen. En die staan dan weer in contact natuurlijk met de overheidsdiensten. En wij hebben eigenlijk aan het begin van het jaar gekeken van kunnen we zowel een datum vastleggen voor begin mei, maar kunnen we ook alvast een alternatieve datum prikken. En gezien nu de routekaart van de overheid met ook de signalen die er zijn rond de steun voor de festivalbranche, verwachten wij dat iedereen mikt op het tweede deel van de zomer. Ook gezien de inentingen die dan eigenlijk afgerond moeten zijn, zou september toch haalbaar moeten zijn. Ja, dan moet het allemaal haalbaar zijn. Nou, hopelijk gaat het allemaal door. Welke bands hopen jullie dat er allemaal gaan optreden? Ja, we hopen eigenlijk de bands die we ook vorig jaar getracht hebben te boeken. Of die we geboekt hadden, te kunnen laten zien. Daar zit wat risico in. Dus we zijn in gesprek. Ja, we hebben vorig jaar geboekt de Beatles. Een Beatles Tribute Act. Dat is een Sloveense band. Een Bon Jovi Act uit Italië. Dus voor het wat oudere publiek, zullen we maar zeggen. Ook wat jongere doelgroep bedienen we met de Editors en met Foo Fighters. En we hebben eigenlijk als main act een Michael Jackson band. En er komt vrij veel van de artiesten komen over Europa vandaan. En de vraag is even of dat deze zomer al kan. Of dat we het toch wat meer moeten zoeken. En misschien in de Benelux. Maar er is gelukkig veel aanbod en we kunnen altijd een mooi programma samenstellen. Ja, de kaartverkoop is vandaag van start gegaan, heb ik begrepen. Mensen kunnen dus massaal nu kaartjes kopen voor 18 september. Klopt inderdaad, ja. De kaartverkoop is geopend. En we zijn nu bezig met de early bird kaartjes. Dus je krijgt nog wat korting als je er vroeg bij bent. En er vroeg bij zijn heeft dit jaar ook het voordeel dat, mochten we toch minder bezoekers kwijt mogen, dan zullen de bezoekers die eerst gekocht hebben, uiteraard als eerste ook de kans krijgen. Dus het heeft dubbel voordeel dit jaar om er vroeg bij te zijn. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, wij kijken er enorm naar uit. En we zijn er nu eigenlijk dadelijk al anderhalf jaar mee bezig en straks bijna 2 jaar. En
Ja, eigenlijk is voor ons de energie alleen maar groter daardoor.